heten bij de opening van de expositie SeaBlue hier in het natuurcentrum. Als je plastic soep gaat ruimen hier op het strand onder leiding van Dobbelzakmuziek, dan zou ik zeggen van ja, daar wil iedereen wel mee, of niet dan? Joris? Ja. Yes. Ja. Het is natuurlijk één grote, dikke ellende met het afval van de MSC Zoe. 342, het komt ook niet meer op één aan containers die hier net boven onze Waddeneilanden eraf zijn gekieperd. En het trieste ervan is dat dit elke dag kan gebeuren. Waar wij nu heel druk mee zijn, met heel veel andere organisaties, ook met de eilanders en de burgemeesters, dat de scheepvaartroutes van dit soort grote type schepen naar de noordelijke route zullen gaan. Dat als er wat gebeurt, dit kan ook olie zijn, dat je dan nog tijd hebt om vangsystemen en van alles nog te kunnen regelen. Dat niet direct in het intergetijdengebied het wat binnenkomt, waar je er nooit meer vanaf ruikt. Een van de grote ellendes is de HDPE-korrels. Ik wil net even wat foto's ervan zien. Als je zo door het zand gaat, dan zie je ze. Die zullen over tientallen jaren misschien nog eens een beetje afbreken. Tot weer een kleiner korreltje, maar ook het piepschuim. Ik zou zeggen, dat soort rotzooi moet gewoon verboden worden om op deze manier te vervoeren. Het zit ook in zakken waar je denkt, nou ja, als het niet gebroken was toen ze uit de container was, was het al bijna gebroken toen het in de container zat. Zulk zwak spul is dat. Dus daar zou je toch op andere methoden moeten zoeken. Ik zou bijna zeggen, verbied piepschuim. Want ook dat is een chaos. Ik ben aan het zoeken gegaan in de wind met een grote zak. Heb je een stukje piepschuim, ben je al blij dat je het hebt. Zou je het in de zak doen, vloed, gaat hij weer. Ben je zo een kwartier bezig. Hou op jongens. Dan denk ik, maar eigenlijk zijn wij zelf ook mede schuldig. Wij allemaal op deze hele wereld. Aan dat er zoveel plastic rotzooi, al miljarden tonnen, in de oceanen, de zeeën, zijn voor ons bron van zuurstof. Dus uiteindelijk, ons nageslacht, wij moeten er ook nog van leven. En mensen moeten zich er bewust van worden dat dat wel anders kan en moet. Ten eerste, alles wat wij aan plastic inzamelen kan worden gerecycled. Je kunt zelfs kleding hebben van petflessen. Een vrouw in Leeuwarden die maakt dat soort kleding. Zit nog lekker ook. Maar we moeten ook heel veel, denk ik, spullen weer gaan kopen wat gewoon niet meer in plastic zit. Hoe kunnen wij plasticlozer worden? Dat zou allemaal zo zijn. Vooraleerst is er allemaal nog. En ons wat ligt nog vol met dikke shit. Dus hartstikke goed dat de kunstenaars, Gerdie en Joris, waar hopelijk gaat dit nog heel veel navolging krijgen. Ik hoop dat jullie niet alleen hier, maar ook op de andere eilanden, wat mij betreft ook nog in het Natuurmuseum van Leeuwarden, dit gaan exposeren. Want waar het allemaal begint is gewoon ook bij bewustwording. Wat voor wereld wij leven, kinderen ook, zijn daar heel erg mee bezig. En ik denk dat het mooiste wat je kan doen is cultuur en bewegingen in de samenleving, kunst en natuur, dat je dat allemaal zodanig aan elkaar verbindt. Dat het je raakt, dat het in je hart gaat zitten. En dat met de hartverwarmende muziek die hier ook nog eens een keer bij aanwezig is, zou ik zeggen, dit is het punt, het moment. Vandaag hier op Ameland begint het, dat we ons met elkaar inzetten uiteindelijk om naar een andere leefwereld, een andere leefwijze te gaan. En jullie zijn heel belangrijk, Gerdie en Joris, in die bewustwordingsbeweging. Maar dat is het, dat is een beweging. En opkomen voor een betere wereld. Dat is wat ons allen raakt. Wij komen hier als Waddenvereniging, dat wil ik zeggen, ook, dan moeten we hier ook wel even heen. Ja, met een ledenraad, Richard Kimmitsch, dat is van Ameland zit ook in de ledenraad. Komen we hier een dag strand schoonmaken in september. Okay. Dus als de tentoonstelling er nog is, ja, dan zullen we ze hier ook heen sluiten. Tot zover. We gaan hem openen en geniet ook vooral van het leven, want dat is ook belangrijk. Hey. SeaBlue. De ijsbeer is aan de kant, jullie kunnen naar binnen. kilo's. Wat is dat?